Hallo en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin en vandaag heb ik een spel op het programma staan wat jullie ontzettend vaak hebben aangevraagd. Ik heb verscheidene reacties gehad en die zijn we dan. Ja, we gaan het spelen. Welkom bij... The Mortuary Assistant. In dit spel zijn wij de assistent in een mortuarium. En voor de mensen die het niet weten, wij moeten lijken gaan opbaren in dit spel. Dat is wat zo'n assistent doet. Als je zin in hebt, druk op duimpje omhoog. En ja, veel kijkplezier. I'm so glad. Oh. Congratulations, sweetie. What? Thank you. Connect to I'll never could understand why you chose such a macabre field. There's nothing disturbing about it. It's just that I'm proud of you. I really am. You've come so far. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or...? They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No, I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma. Even I've heard things about that place. I'd just be worried people about you. People make up stories. Yeah. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. Oh. So, okay. Here. Wat is... Hey, een gelovig dingetje. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Interessant. We zijn dus waarschijnlijk... haar. All right. Enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? Tomorrow. I've actually been there for a few weeks now. Oh. My review is tomorrow. Wij zijn dus die meid. En ze ging met haar oma praten over haar werk of zo. Want ja, niet iedereen. Die staat er denk ik om te springen dat je met lichamen bezig bent van doden en zo. Kijk, dit is waar we gaan werken. Oh, damn. Dit spel is gebaseerd op echte paranormale bevindingen. Dat is wat ik heb geleerd. Right. Here we go. Succes. Dat zeg ik tegen mezelf trouwens. Oh, kiekes aan. Nou, dit heb ik echt ooit een keer gedaan in een demo op een stream. En nu zijn we hier dus met deze meid. Ik weet niet, hoe heet we überhaupt? Heb ik een naam? Staat hier misschien mijn naam? Oh, Rebecca. One last thing I forgot to give you. Please grab a pencil from my desk and sign. Thanks, Zoe. P.S. Good luck. Als je zo'n review hebt, hoort er dan niet iemand bij te zijn? Is dat niet veel logischer? Nou, we hebben een pencil to sign the paperwork on the door. Hatsaflats. Hoe werkt dit? Kiek, pencil. En dan kunnen we nu ondertekenen. Nou, netjes. Oh, god, ja... Er ligt gelijk al een lijkje voor me klaar, hoor. Rebecca, great. Whoa. Perfect timing. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Oh, we moeten Mr. Dalton gaan verplaatsen. Doen we dat toch even? Mr. Dalton. Hey. Oh, kijk. Oh, dit is zo'n naar shot. Oh, kan ik niet een beetje omhoog kijken wat ik met hem doe? Oh, the cold storage. To bring a body in or out the cold storage. Open the bay with the body's name. Pull out the rack. Then move the cart over to it. Ik weet niet of ik geschikt ben voor dit werk. Als ik al deze meneer zie, die echt al fucking mager is van zichzelf. Gadverdamme, dan word je niet heel vrolijk van. Oké. Laten we die er maar uittrekken. En nu moet hij daar naartoe gaan. Ik denk zo, toch? Yeah, oké, vet nice. Oh, wow. En nu? Wat is dit? Oh, nu moeten we haar eruit halen. Oké. Mr. Dalton is dus nu terug in zijn hockey. En nu halen we Courtney op. Oh, dit is zo gedetailleerd, joh. Hier, meneer. Wel trusten. Tot morgen of zo, misschien.
Later Oswald Dalton. En dan nu hebben we mevrouw Courtney. Kom maar met mij mee. U gaat vandaag even opgemaakt worden. Opgebaard, om het maar even goed te zeggen. Voor weet ik veel wat. Oh mijn god, die voeten hebben gewoon physics. Die voeten wiebelen. Oké, dit is echt een heel naspel nu al. Kijk eens aan, meneer. All right. I'm just finishing up something here. Oh. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks? Oh. I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Okay, dankjewel. A clipboard used for forms in keeping track of mortuary tasks. Oh. Dus dan moeten we nu al die armonderdelen gaan kijken. Deze vrouw is op 87-jarige leeftijd overleden. Vind ik het best oud. Vind ik het best netjes. Oh! Kijk, ik zie gelijk een plek zitten. Inspecting a body. Hover the cursor over unique markings such as moles, scratches, bruises. Ja, oké, bla bla bla. En dan kunnen we die dus zo opschrijven, of niet? Heb ik dat nu goed gedaan? Oké, kijken. Ja! The left leg heeft een contusion. En dan hebben we hier been. We kunnen ook nog roteren. Maar de arm is voor de rest netjes. Nou, dan doen we daar niks, toch? Prima. Kijk hoe de bovenarm er... Oh mijn god, wat was dat? Ik weet niet wat. These old windows never stay latched. Oh, dat was het raam. Serieus? Ik wil wel een beetje frisse lucht hier, meneer. Ik weet niet eens wat zijn naam is, maar ik vind het wel belangrijk. Anders gaat het zo stinken naar like. Ik weet niet of ik daar... Hey, een plekje. Ik weet niet of ik daar zo vrolijk voor word als het hier stinkt naar like of zo. Zijn er mensen... Hey, ik heb nu tegen jullie die dit werk doen. Ik denk het niet, maar het zou zomaar kunnen. Het is wel echt heel erg uniek werk, zeg maar. Ik denk dat het wel een Great. Oh. Climb on in here and put everything into the record system. Oh. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. Oh. After that, we'll get started. Oh. Nou, prima, oké. Okay. The Riverfields Network how-to. To enter cadaver information. What was that? I didn't say anything. You all right? Wat? Yeah. I'm fine. Sorry. Ik weet niet wat dat was. Dat was een beetje naar. Volgens mij zit die man met mij te kutten, maar goed. Click the record system icon to open the program. Match the sections on your clipboard to the corresponding sections on the computer. Once all findings have been entered into the system, click submit to print out embalming records, then file the records. Oké, okay. Duidelijk. Doen het record system. Hier doen we invullen. Oh! Oh, kijk. En dan doen we op het hoofd is een mole. Op de rechterarm is ook een mole. En op de linker leg is een contusion. En dan als het goed is kunnen we dit nu submitten, toch? Nou, hey. Meneer, ik heb het gedaan. Bent u trots op mij? Er zit niet echt veel leven in die gasten. What the fuck, hey. Nou, hier is in ieder geval mijn papiertje. Embalming report. Oh, maar dat moet dan zeker weggehaald worden of zo. Zodat het lichaam gewoon heel mooi wordt voor in de kist. Is dat de bedoeling? Ik weet niet. Maar Dortry, dat is leuk u gekend te hebben. Ook al heb ik u niet gekend, maar ik bedoel meer als like. Dus, hey, later. Wat hebben we hier nu? We hebben hier, Oh! Kijk, en die doen we bovenin, of niet? Of niet? Hallo? Time to embalm. Oh. Oh, ja, nu gaan we embalmen. Dit is wat we nu moeten doen. Dit is dat opbaren, zeg maar. Alright. Oh. I've set everything out so you can just go ahead and get started. Oké. Okay. I'll be monitoring. Oh. Je gaat... Everything's on your list there if you need it. Jezus. Gast, moet dit... Is dit echt wat allemaal altijd moet gebeuren? Nou, we gaan maar beginnen met de wire jaw. What the fuck? Waar ligt een wire jaw? Oh, ligt er hier iets? Moisturizing pad. En die hebben we nu in onze... Oh mijn fucking god, dit is een hele grote inventory. Large items are held in your hand. If both hands are full, you will need to drop a large item before picking up another. Smaller items are kept in your pockets. Oh, dan kunnen we droppen. Dus eigenlijk moeten we die nu droppen, want die hebben we nog niet nodig. We moeten waarschijnlijk de stappen van deze gigantische uitleg volgen. En daarbij moeten we dus beginnen met een wire jaw. Needle injector en settings needle. Zit hier een needle injector en settings needle? Oh, hier. Setting needle, ja. En is het een needle injector? Ja! En nu? Mogen we nu bij die vrouw op die mond iets doen? Ik ga dit denk ik heel vies vinden. Ah, what the fuck? En nu? Oh mijn god.
Ik word hier echt heel na van. En nu? Oh, nu doen we die mond dicht. Kijk. Wauw. We hebben nu gewoon de kaken vastgezet, volgens mij. Dat is, ja, natuurlijk, dat is ook wat er stond op dat papiertje, Melvin. Echt, oelewapper dat je bent. Maar we hebben de kaken vastgezet. Toep, nu hebben we de ei... Wat stond er? Eye caps nodig. Heb ik die hier op de grond gelegd? Nee, dat is de moisturizer. Hier, eye caps. Oké. En nu gaan we dus de eyelids vasthouden. Hallo, mevrouw. Ja, we gaan dit maar doen. Hatseflats. En hatseflats. Nee, ik heb dit nog niet goed gedaan. Er zit nu wel een... Is dit het? Right. Ja! Oh, we moesten eerst de ogen... We hebben gewoon pleisters op de ogen geplakt. Oh, ik heb wel altijd een heel leuk verhaal over dit soort spelletjes. Alsof ik vet van dit soort spellen speel trouwens. Maar goed, ik werkte vroeger bij een winkel, ijzerwarenwinkel. Ik moet ook even opletten wat ik nodig heb. Glutaraldehyde, methanol, humusent en formaldehyde. Dat staat denk ik allemaal hier op een rijtje, of niet? Methanol. Au, oh, dit is gewoon alles wat we al nodig hebben. Top. En dat moeten we hier in het grote... Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Hoe de fuck schrik jij niet daarvan? Wat de heck, hé? Laat mij gewoon eerst dit vullen. Die heb ik nodig, toch? Ja, ja. Vinkje er doorheen. Oké, nu methanol. Die stond hier ook. Methanol. Ik ga zo mijn verhaal afmaken, jongens. Ik moet hier eerst even op focussen. Want anders gaat dit niet goed komen. Oké, methanol. Humusent. Is dat... Welke is dat? Is dit humusent? Ja. Nou, ik ben blij dat alles wel heel netjes bij elkaar is gezet. Zodat ik precies weet wat ik moet doen. Daar word ik wel heel erg vrolijk van, meneer. Dank u wel. Nou, vullen we die hier ook maar in. Yo! En nu? Oh, voor mij gaan we nu het lichaam echt inbalsen of zo. Make an incision in the carotid artery and jugular vein with a scalpel. Oh, jezus. Nou, wat ik wilde vertellen. Ik werkte dus bij zo'n winkel. En er kwam ooit een keer een vrouw en die vroeg om lijm voor monden. Nou, dat leek misschien op een of andere grap, weet je. Je mond dicht plakken van de kinderen, haha. Maar ze was super serieus. Ze had lijm nodig om monden dicht te plakken van... Nou, mevrouwen zoals deze. Ja, die werkte dus in een mortuarium en die moest lijken opbaren. En die had geen lijm meer of zo. Dat is een hele gekke vraag. Maar uiteindelijk... gadverdamme, ja. Hadden we de lijm niet... Weet je, zo'n bisonlijme, alles in één, dat werkt niet heel lekker daarvoor. Maar goed, we hebben nee moeten verkopen. Maar het was echt een hele unieke vraag die ik nog nooit eerder had gehoord. We hebben nu de force pers nodig. Dat ding, ja. Wat nog meer? De tubing. Oh, ik weet het alweer. Voor mij gaan we eerst haar lichaam leeghalen. En dan vullen we het op met dat spul en dan blijft het gewoon goed. Zoiets. Oké. En de tubing. What the fuck, hé. Hey? Ik heb wel steeds meer respect voor mensen die dit moeten doen. Zie? We pompen gewoon haar hele lichaam leeg, joh. Dit is net een compressor. Weet je, als je vader of moeder of zo bezig is in de achtertuin, even met de compressor alles schoonspuiten, dat geluid is letterlijk dit. Maar dan nu is dat watergeluid is bloed wat hier naar beneden stroomt. Doe ik het goed trouwens? Oké, ik krijg geen antwoord van die gast, maar voor mij doe ik het wel... Oh. Dat was het denk ik. Lichaampje leeg. Nou, lekker. Turn off pump, remove tubes. Nou, doen we dat joh. Gaan we alles maar even naar de weg halen. Hatseflats. Gaatje dicht. Easy peasy. Wat is de volgende stap? Fill an empty IV reservoir bag with cavity fluid. Then insert troker to the abdominal cavity. Ik heb 3 jaar biologie gehad. In dit spel denk ik dat ik al die termen ken. Ben niet helemaal... Nee, dat ga ik echt eerlijk zijn. Dat ken ik niet meer. Alle... Oh, en dan moeten we daarmee vullen. Oké. Ja. Dan doen we de IV reservoir bag. En dan gaan we nu weer op dit... Lichaam zitten. Kijk! Filling body cavities. Die gaan we dus nu vullen met dat spul uit die IV. En dan is het vol, de buik. En dan is het helemaal netjes. Ah, wat de heck. Gadverdamme, dit is zo smerig. Je hoort ook dat geluid, zo... Kan ik ook helemaal aan de achter... Kan ik... Hoe de fuck moet ik helemaal aan de onderkant? Moet ik ook naar de onderkant toe? Of is het gewoon de bovenkant een beetje opvullen?
Ja, dit gaat wel lekker hoor. Ik denk dat ik hier wel een heel geschikt persoon voor ben als ik dit zo moet beoordelen. There we go. Kijk, there we go. Hoe vind je dat gaat? Echt, die gast die is wel heel erg emotieloos. Is dat trouwens alles? Mix cleaners in bathroom closet to create tank cleaner. Oh, we moeten natuurlijk ook nog alles schoonmaken. Allemachtig zeg. Dit is wel echt iets te realistisch hoor. Shitje, Mina. Nou. Zo'n cleaner. Een float tank cleaner. Wat is dit? Moeten we die hierin vullen? Oh, ja, oké. Okay. En dan nu terug, denk ik. Dit gaat wel goed komen hoor. Ik heb hier vertrouwen in. Hé, hey, ik zorg goed voor u hoor, mevrouw. Dit komt helemaal goed. Hier. Vullen we die daarin, toch? Ja. Nou, even aan het rondspoelen. Echt, echt topwerk dit. En nu? Apply moisturizer. Dat is dit ding, toch? Ja. To the facial features. Moet ik nu haar gezicht gaan poetsen of zo? Of moet ik eerst wachten totdat dit ding schoon is? Want dan gaan we dat wel wachten. Ja! En nu facial, hoe heet dat? Kijk, we gaan even het gezicht wassen. Woepiedoepiedoe. Woepiedoepiedoe. Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Gast, ik ben net zo ver. Are you sure? I just got here. Ja. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Oké. Dus ik mag gaan. Mag ik niet nog het gezicht? Oké. Okay. Dankjewel. Ik weet. Hoe is überhaupt jouw naam? Je hebt niet eens een naamplaatje. Dat is toch wel een beetje heel onprofessioneel, vind ik. Tjonge. It's fine. I'll give you a call when we get someone in. Oké. Okay. Liggen er echt niet meer lijken dan? Nou, goed. Toch wel bijzonder dat je een telefoontje krijgt dat er een nieuw lichaam binnen is, hè? En dan is het gewoon een dood persoon. Hé, hey, dat was hem! My first body! Professionele mortuary assistant Melvin. Tot uw dienst. En we zijn. It was just really weird. Yeah. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. Yeah. So that's a good thing. Yeah. It just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Oh, wait a sec, I have another call. Okay, hello? Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No, no. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. Just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. 3? I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. Okay. That's great. Thank you. Yeah. I'm on my way right now. I hope you feel better. Yeah. Thanks again. Beterschap. Weet in ieder geval wel zijn naam. Bye. Raymond. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. No. Congratulations. Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Ze mag nog wel flink wat geld verdienen als ik dit appartement zie. Zo'n hele oude... Where are my keys? Oh. We moeten serieus sleutels zoeken. Oh, dit meen je. Oh, nou. Ze mag in ieder geval nog flink bezig worden. Oh, hier zijn de sleutels. Dit was wel echt heel makkelijk. Temporary items do not take space in your normal inventory. Toppie, dankjewel. We hebben dus nu sleutels. Hebben we nog meer in dit gigantische, lelijke appartement? Dit is echt klein. Waar slaap ik ooit? Heb ik een bed? Oh. Ik had gewoon geen bed. Sliep ik op de bank of zo? Nou, goed. We gaan dit doen. Kijk, 's avonds laat komen we hier aan. Ik vind het wel heel eng als ik eerlijk ben. Het regent. Deurtje maar dicht. Oh, god. Kan ik hier misschien ook naar binnen of niet? Ik ga het toch proberen. Nee, helaas. Ik dacht, we gaan even gelijk een omwegje zoeken. Maar goed, daar zijn we. Oh, onze eerste nachtdienst. Misschien eerst een bak koffie. Oh. Oké, okay, geen koffie. Laten we maar gewoon beginnen. Wat? Waarom schrik je opeens?
Ja, oké. Oh! Hallo? Hi, Rebecca. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay. What? I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Okay? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. Okay. I'll call again when you get to the embalming room. What the fuck? No, wait. Oh my god. En hij gaat weg! This is insane. Okay. This is so stupid. Yeah. Just some hazing for the new girl or something. Just play along and do your job. We hebben een hall key, een old key en een tape recorder. Goed, we hebben de hall key. Die kunnen we hier gebruiken. Oh. Ik begrijp ook niet waar opeens die gast vandaan. Ik ga morgen. Maar wie doet zoiets als dit? Oh. Oh, en hij belt ook gelijk. Heeft hij camera's of zo hangen? Hoe weet hij dit allemaal? Yo, ja, Raymond. What the fuck, gast? I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. What? To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look. I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. What the fuck? Sorry this had to happen. Dit is letterlijk onze eerste dienst. This is insane. Whatever. Just be the professional one, grab a body and get started. Ja, nou, we hebben hier twee bandjes liggen en een hele grote kast. Daar gaat waarschijnlijk die old key in. Yeah, screw. All of whatever what this is. The... I'm getting back to work. What the fuck? Okay. Er is dus een demon in een lichaam hier aangekomen. Wie die gast buiten was, ik zou het niet weten. En dit betekent dus dat wij heel erg goed moeten gaan opletten op een naam of zo die we moeten gaan geven. Night Shift System. Hallo. The Night Shift Database. Ja. Yeah. A computer program combining all my findings into one reference point. Okay. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. Shit out of me. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Okay. Whatever. Just grab a body and get started. Even. We hebben dus de personal belongings nodig van onze grote vriendelijke vriend. En daarop staat een code. En daar vandaan... Is dat dit? Nee. Daar vandaan moeten wij dus een lijst met demonische namen te krijgen. What the flipping the fuck... Ja, dit is een gek. Waar zijn zijn personal belongings überhaupt? Raymond, je bent wel heel lief en zo met alles vertellen op die kaartjes. Maar ik heb hier nog steeds geen kut aan. Buiten is ook nog helemaal niks. De deur is letterlijk op slot gedraaid. Zijn hier zijn personal belongings?
Nee, ook niet. Ja, jeetje man. Ik ga wel gewoon rennen. Kan ik rennen? Oké, dit is het snelste wat ik kan lopen. Top. Hier ergens misschien? Ik heb die code nodig. Gun mij alsjeblieft die code. What the flap is dit? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. The Book of Typhon. Oh, waar ben ik toch begonnen? Hey. Jongen, jongen, ik ga gewoon deze luisteren. Dit is The Process of Possession. En dit is The Tools of Epilepsion. Oh. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body. Okay. And burned. The three objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center. Yeah. Is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Oh. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Oh. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. I don't keep track of things. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. What? It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. What? You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them. What? So check regularly. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. Oh, the steps God. Are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Yeah. Uncover the sigils. Yeah. Build the mark and place it on the body. Okay. Then, when you're certain, burn it in the retort. Oh my God. Ik heb me nog nooit zo'n eng spel gedaan als het gaat om lijken en verbranden en zo. Dit is echt heel naar. Het enige wat ik nog nodig... Hey, is dat zijn personal belongings? Oh nee, dat is mijn kaart. En hebben we niet zijn personal belongings... Oh, hier. Is dit? Ja, hier. Daar staat wat op. Hier moet ergens een code liggen. Raymond, I really need the key to the hatch outside. Cleaner is low and you mentioned having some down here before. I know you don't trust anyone to go down there, but having a copy of the key would make things a lot easier for everyone. Okay. En er ligt wel een sleutel. Extra keys. Waarom kan ik dit allemaal niet pakken? Of is mijn... Nee, ik wil toch die dingen pakken? Moet ik eerst alles afluisteren of zo? Ik ga wel alles afluisteren. We gaan kijken wat dit laatste ding heeft gezegd. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. Okay. The further you are from possession, the more time you have. Okay. The closer you are, the more the demon will make itself known. Oh. Allowing you the information to guess its name. Oh. And the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Scribble? Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. What? Dus die demon die gaat gewoon actiever worden? Oh god, dat moet ik niet doen. Hoe werkt dit überhaupt? Moet ik af en toe... Ik heb dit ding beet, ja. Want we zijn even met die symbolen bezig. Ze kunnen overal zitten. Nou, eerlijk is eerlijk, ik vind helemaal niks. Hé, wat is dit? Oh, een fusebox! Kan het stroom ook nog uit? Die demon die kan echt mijn hele leven zuur maken hier. En het stomste is, mijn auto staat gewoon daar. Dus ik kan gewoon weggaan. Ik ben volgens mij niet bezeten. Er is niks aan de hand. Het kan allemaal. Nou, we hebben in ieder geval wel die... pet, potlood, een pen ding gepakt. En we hebben één symbool. Letterlijk één. You should have fucking died. I will slit your ass open. And your last vision as they wither will be of the flesh being peeled from your legs. And all that will be left is eternal pain and darkness. You will beg me again.
to take your prophetic oath. I guess the crux, if you notice anything strange, it's starting to take hold. Jesus Christ. Dat was knijtereng. Ik dacht bij mezelf, laat ik bandje 3 nog eens afspelen. Want we weten nog niet wat we precies nodig hebben. En opeens wordt er gewoon van alles rondgezegd. Oh god. We hebben Iasias Costa, Sierra Cody en Grant Carvello. We moeten dus echt gokken dan op de naam, want ik kan helemaal niks. Ik heb alleen dit. En die werkt ook nergens. Misschien moet ik gewoon een lichaam pakken, maar dat is niet de bedoeling. Ik wil het gelijk goed doen. Dat is wie ik ben. Weet je, ik wil die pro-gamer moves even aan jullie laten zien. Ik ben gewoon wel echt heel goed namelijk. Ben ik niet, maar dat maakt niet uit. Maar dit is wel echt heel naar. Oh, wauw. Serieus, we kunnen blijkbaar gewoon items zo omdraaien. 5756. Is dat dan hier wat we dan moeten invullen? 5756? Nee. What the fuck? Oké, dit is veel te groot. Misschien dat nu wel gewoon op de PC dan werkt. Hoe kan ik op die computer? Ik heb 5756. Ik heb de code. You know what? Screw this. Huh? I'm calling the police. Oh. Wat? Echt? Ga ik nou de politie? Oh. Oh, dat was niet heel slim, denk ik. Maar we hebben dus de 5756. Kijk. Ik breng gewoon wel een like heen, want ik weet het anders ook niet. Ik ga heel eerlijk zijn dat dit voor mij ook wat onduidelijk is. We doen gewoon een likeje heen brengen. We moeten die andere liken waarschijnlijk waar die lichaam dit ding niet in kan doen. Ja, ik weet het niet. Ik moet gewoon mijn werk verrichten. Dat is ook wat werd gezegd. Nou, we nemen jou eerst al mee. Wie is dit? Isias. Hallo, Isias. Kom maar. Ik ga... Ja, had ze flat. Ik neem je gewoon mee, oké? Wat een prachtig, prachtige man ben jij. Deze ziet er wat jonger uit. Ik heb het gevoel dat deze ook wat jonger is gestorven. Oh, baba. Nou, daar gaan we. Ik zet je hier gewoon neer. We moeten gewoon doen alsof het werk is. Let's check you out. Ja. We beginnen eerst met het kijken naar wondjes. Hier is helemaal niks. Oh, ik zie gelijk... Oh mijn god. Wat? Nope, nope. New job. I'm getting out of here. Oké, nee, dit is echt gewoon. How long you went to school? Your career path. Fuck this. Wat? Fine. Maybe. No. Maybe. Everything's fine. It's fine. No, I just I'm just saying things. Yeah. I need to get back to work. Oh ja. Yeah. It's fine. It's fine. Ik kan met dat papiertje. Waar heb ik dat papiertje? Oh, hier links. Ik heb geen idee wat het doet, maar dan kon ik zien hoe ver ik ben. Oh, nou, we gaan wel verder. Ik zie daar wat zitten. Ik weet niet wat het was, maar ik heb het opgeschreven. Hoe is het met je bovenarm? I'm getting back to work. Ja, we moeten wel gewoon werken. Daar zit wat. Deze man is flink toegetakeld, heb ik het idee. Allemachtig. Voor de rest zit hier niks. Is dat iets? Nee. Op zijn borst zit nog wel wat. Voor mij heb ik die al genoteerd, dacht ik net. Oké, je gezicht is behoorlijk clean, vriend. Hoe is het aan deze kant gesteld? Niet heel veel. Op je rug. Ook niet heel veel. Maar wat als ik dit fout doe? Krijg ik dan nog gelijk een boze man achter me aan? Of hoe zit dat? Want ik zie hier niet heel veel, zeg maar. Oh, ja. Dat is het, denk ik. Dat is het. Oké, we hebben alles wel. Moet ik dit nu gewoon invullen in dat systeem? Oké, dit is een Isias. Ja, jaar 50. Rechter schouder heeft die. De rechterarm heeft hemangioma. En de keratolysis op de linker leg. Top. Submit. Wat ze flats. Top. We kunnen nu trouwens ook in de computer. Kijken of we hier nu de 5756 in kunnen vullen. Oh, de Night Shift database. Dit is wat we nodig hebben. I need to file the copy up front. Ja, maar ik ga eens dit even lezen, jong. Even rustig aan. Dit is de database die Raymond voor ons heeft achtergelaten. Oh, shit. Oh, oké. Hier is een video. Alright.
guess. This is David. Raymond, this feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can get in here. There it is. Huh? Fuck. What? Fuck! A body with demonic inhabitants may display sudden movements. These movements can be as small as a twitch of the fingers. Or as large as a full body. Ik heb toch net een full body manipulation gehad? Dat hele lichaam dat ging recht overeind zitten. Er werd tegen mij gesproken, alles. Hier hebben we wat signs. Each of the Covidius demons belong to one of the three houses of service in the halls of Satan. The houses of sin. A demon's true name is composed of four sigils of bondage. Below are three houses and all known. Oh my god, serieus? Oh shit. Dit meen je. Oké. Juist. Dit is heel leuk. Hoe moet ik dit nu gaan doen? Ik heb nog steeds dit papiertje. Ik heb hier nog geen één tweede symbool mee gevonden. Want dat is wat we nodig hebben. Oh, en ik weet niet eens hoe jij heet. Ik moet eerst maar even jouw naam opzoeken. Ik wil je wel bij je voornaam kunnen aanspreken. Ik denk dat dat wel wat fijner is voor mij, mijn toestand ook. Wat is jouw naam? Jij heet... Isaias. Costa. Ik noem hem gewoon Costa. Costa Pik. Hey, ik heb hier ook niet voor gekozen. Maar we moeten dit gaan doen. We hebben hier dus allemaal namen staan. Wat is trouwens die rechter? We hebben hier rechter ook nog een knop. Ik ga even verder kijken. Dat zijn al die huizen. Ja, dit zijn dan de sigil namen. Oh, ja. Er zijn dus 12 opties. Ik ga al gewoon naar die printer toe. Waar is die printer? Het is ergens uitgeprint, maar ik weet niet meer waar. Er heeft hier een printer gestaan. Ik ben echt weer helemaal in de war. Jeetje, Mina. Nee, dat is niet wat ik moet doen. Oh. Ik ga toch opnemen. Hallo? Hallo. Rebecca? Rebecca? What the? Ik heb geen idee of ik dat goed doe als ik opneem. Ik ben gewoon heel benieuwd. Ik ben gewoon nieuwsgierig, oké? Ik wil gewoon weten wat er dan aan de hand is. Oh, hier is trouwens de printer. Ik ben echt kaulo-blind. Holy fuck. Costa, ik moet even dit neerleggen voor jou en dan kunnen we verder, oké? Hier, embalming report. Top. Time to my mom. Ja. Heel veel stapjes weer. Injector en setting needles. En het probleem is nu dat overal alles op een andere plek ligt, want we moeten het nu zelf doen. En laat nou net toevallig ik dit niet precies weten. Hier ligt wel iets. Ja, setting needles en die. Dan beginnen we met jouw gezicht, Costa. Ja, dit gaat even pijn doen misschien. Sorry. Ja. Oh, ja. En dan dit misschien ook. 1, 2, 3. Au. Ik kan me voorstellen dat je echt denkt van... Zo, dat doet pijn. Nou, gelukkig ben je dood, dus dat scheelt weer. Ja, top. Stap 2. Eyecaps. Zijn dit de eyecaps? Ja. Oké. Gelukkig weet ik gelijk alles te vinden. Doen we zo open. We moeten dus eerst dicht doen voor mij. En dan open. En dan zo erop. Ja, kijk. Alright. Oh. Top. Zijn zijn oogjes ook dicht? Lekker slapen jij. En dan nu moeten we dit. Dit is het probleem. We moeten dus die reagent toevoegen. Als we weten of... Als hij een demon is. Maar we weten niet of hij in dit lichaam wil. Hoe kan ik nou weten of hij in het lichaam wil als ik echt letterlijk nog geen één naam heb? Dat is toch een ziek probleem wat we nu hebben, of niet dan? We moeten dit lijk gewoon afmaken. Dus we moeten nu eerst maar sowieso die mixer maken. Ja, formaldehyde hebben we nodig. Oké, we moeten eerst al die goedjes vinden. Oh, hier staat ook een heleboel. Dan... I can't hold anything else. Oh, I can't hold anything else. Ja, ik weet het spel. Ik moet dat droppen, maar ik moet eerst dat erin gooien. Formaldehyde. En dan die moeten we erin doen. Ja, top. Dat zijn twee. Dan humusant en methanol. Waar staan die twee? Hier staat iets. Humusant. Ja, lekker Melvin. En methanol. Waar staat methanol? Methanol. Joe. Dit is geen methanol. Oh. God. Oh, dit spel is zo naar. Ik ben gewoon bezig hiermee. Is het niet gewoon gelijk het juiste lichaam waar ik mee bezig ben? We kunnen gewoon het erop wagen. Ik gooi gewoon gelijk dit spul erin. Misschien maakt het niet heel veel uit, maar ik gooi het er gewoon bij in. Hatseflats. Oké. Pompen. Hallo?
Oh shit, ik moet natuurlijk eerst die scalpel allemaal doen. Oh, ik ben niet zo slecht in. Die heb ik nodig, ja. En wat was het nog meer? Oh ja, we moeten eerst alleen maar snijden. Sorry, niet schrikken hoor. Gadverdamme. En nu hebben we tubing nodig. Oh, waar is de tubing? Oh, dit is wel echt heel leuk. Ja, ik moet toegeven, het is echt wel leuk hoor, dit. Ik vind het wel spannend. Ik ben een beetje bang. Kunnen we ergens tubing vinden? Is hier tubing? Ja, hier is tubing. En we hebben nog de forceps nodig. De forceps was dat klemmetje, toch? Was dat niet gewoon dit ding, wat hier ligt? In deze lade? Yes! Top! Nou, dan gaan we. De die en dan de tubing. En dan kunnen we nu gaan pompen. Oh, jongen. Ik hoop dat hij gewoon lekker rustig blijft. Gadverdamme, dit blijft zo smerig, hè? Oh, jongen. Het klinkt echt als ik doe mijn ogen dicht. Als ik mijn ogen dicht doe, dan weet ik gewoon dat het een soort van waterval is of zo. En dan wordt het misschien wat een vrolijker idee. In plaats van dat hier liters bloed uit een lichaam gepompt worden. Gewoon puur om hem te kunnen opvullen met een ander goedje. Nou, de body is bijna gedrained. Dan moeten we... Ja, top. Lichaampje leeg. Dan nu dit er allemaal uithalen. Dat ding dicht. Hatseflats. Ik heb het gevoel dat hij het trouwens niet is. Ofwel, ik weet het niet. Er gebeurt echt zoveel om me heen. Is hij het wel of niet? Nou, we hebben een IV bag nodig. Met cavity fluid. Waar is de IV bag? Oh, waar? Hier is IV bag. Yes, en dan moeten we dat met dit vullen. Ja. Oké, is die gevuld. En dan hebben we een trocar nodig. En dat was die. En dan moeten we nu naar het lichaam toe. Dan gaan we hem even vol spuiten. Het klinkt ook zo fout. Een lichaam vol spuiten. Ja, sorry. Nou, dit gaat nog best netjes, toch? Ja. Kijk. Heerlijk geluidje ook. Oh, ik word hier zo vrolijk van. Dit is echt vies. Maar we hebben het gedaan. Top. En nu? Why didn't you let me die? Wat? Oh mijn god. Hallo? Hallo? Ik moet naar de tank cleaner toe, terwijl hij net levend is geworden. Ah nee, gadver. Ah nee. Oh, dit ga ik heel na vinden. Hij ligt nog. Oh, wat is er met hem aan de hand? Hier, tank cleaner. Doe die er eerst maar in. This is all your fault. Ah! I regret every second with you. Time is running out, Rebecca. Oh, time is running out, Rebecca. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ik moet toch dat ding cleanen? Mix cleaners in bedroom. Oh ja, we moeten eerst natuurlijk het cleanen closet. Oh shit, oh shit. Oké. Hier. I can't use that here. Oh, wacht. Ik moet hem eerst vullen. I can't use that here. Heb ik het nu goed gedaan? I can't use that here. Oké, nu moet je ophouden met I can't use it here. Ik begrijp het nu ook wel. Kalm aan, Rebecca. Jezus Christus, hè. Hier, kan ik hem nu hierin doen? Gelukkig. Oké. Volgende stap. Apply moisturizer. We moeten nu het gezichtje even gaan opschonen. Hier zijn de doekjes. Misschien kan ik ondertussen nog zoeken naar zo'n nieuw symbool. Dat we een beetje weten wat zijn tweede letter misschien is. Ik heb niet het gevoel dat dit gaat lukken. Maar we gaan het toch proberen. Oh, dit gaat wel lukken. Oh, het is ergens in de buurt. Het is warm. Ah! Oh god, en nu? Hier moet ergens een symbool nu zijn. Een tweede symbool. Ja, hier. Het is een gekke 9. Een gekke 9 en een gekke L. Oh, dit gaat goed komen. Ik zweer jullie dat dit gaat lukken hoor. Een gekke 9 en een gekke L. De gekke 9, die doen we gewoon zomaar ergens. Top. Holy shit. Nou, die machine is klaar. Nu kan ik jouw gezicht gaan wassen. Als je nu je ogen open doet, dan ga ik echt heel hard gillen, denk ik. Alright. Top. We hebben het gedaan. We kunnen hem natuurlijk eerst in de cold storage zetten. Dat is waar ook.
Dat heb ik helemaal niet over nagedacht. We kunnen het lichaam natuurlijk gewoon eerst zo doen. En dan als het niet het juiste lichaam is, dan weten we gewoon gauw genoeg dat we een ander lichaam kunnen pakken. Hij hoeft niet gelijk verbrand te worden. Ik heb veel te moeilijk nagedacht in het begin. Nou, laten we hem hier maar neerzetten. Zo. Ja. Oké, doen we die open. Doen we die zo eruit. En dan wordt hij er zo mooi ingewiept, als het goed is. Waarom hoor ik iemand janken? Oh, shit. Weet je, ik doe je eerst terug, Costa. Dankjewel. Dan hebben we hier nog twee andere lichamen. Grant. Ik vind Grant wel een hele mooie naam. Grant, kom maar bij mij. Hier. Ik ga jou gewoon lekker even bekijken. Oh. Oh, hij heeft gelijk een plek op zijn kop. Grant, als je mij maar niet laat schrikken, pik. We kunnen vriendjes worden, begrijp dat. We kunnen hele erg leuke vrienden... Waren zijn ogen nou net open en dicht? Oh god. Nou, ik zie gelijk hier een plek zitten. Zijn gezicht is voor de rest clean. Dan hebben we hier een plek zitten, ja. Misschien aan de binnenkant van... Wow, what the heck? Oh, ik dacht dat dat even iets was op zijn arm, maar dat was niks. Op zijn rug misschien iets. Nee, ook allemaal clean. Wat zijn überhaupt die plekken? Waarom moet dit gebeuren? Waarom is het een ding? Ik heb er niet eens over nagedacht dat wij dit lichaam moeten checken op zulke marks. Is dat nuttig, logisch? Moet dat altijd gebeuren of zo? Is dat om het lichaam te onthouden? Ik snap er echt geen ruk van. Weet je? Oh. Oh, ze zegt there you go. Dat is een hele... wil je dat licht alsjeblieft gewoon aanlaten? Dankjewel. Misschien als we trouwens op dit ding gaan krassen wat er gebeurt. Oh! Oh, het cirkeltje is bijna rond. Nee. Ben ik zo lang al bezig? Ja, ik ben waarschijnlijk al veel te lang hiermee bezig. Oké. Snel invullen. Dit is Grant. Nee, entry 2. Grant, hatseflats. Jij bent 37. Jouw hoofd heeft een contusion. Jouw lichte schouder heeft een blimmisje. Jouw lichterarm heeft ook een blimmisje. Dan je rechterarm heeft een contusion. Je rechter leg heeft een die en een malbration. Oké, dat was hem toch? Nee, kut. Age. Ging er nog bijna fout. Wow, nog steeds fout. Wat heb ik nou fout gedaan dan? Oh, ja. Tada! Tada, we hebben hem. Oké. Rebecca, come here. What the fuck? Er zit daar iemand in die muur. Oh mijn god, ik zei nog dat wij dit moesten doen samen. Maar wat zit hij hier in die muur vast? Is dit een jumpscare? Ik heb geen idee, ik heb geen idee. Oh, er gebeurt hier zoveel. Wat is dit nou weer? Mom. You stupid bitch. Hate me all you want. He's dead because of you. Wat? You should be the one. Gadverdamme, gadverdamme. Oké. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Oh! Ik heb geen wapen. Ga ik dood? Ah! Nee, ik denk dat dit voorbij is. Mijn leven is voorbij. Ik kan wel ophouden. Ik ga dit niet meer goed kunnen oplossen. Oh, god. Oké. Ah! Jumpscare! Oh, hij ligt er gewoon nog. Oh, hij is ook weg. We kunnen gewoon verder. We kunnen gewoon verder. Dit gaan we zo op dat bord plakken. Niks aan de hand. Ik moet het misschien even iets sneller doen. Ik ben veel te langzaam hiervoor. Dit, ik weet niet of hier ook een tijddruk in zit. Maar ik heb het gevoel dat er wel een behoorlijke druk nu op zit. Nou, oké. Lichaam, hallo. Stapjes. Needle injector, al die shit hebben we nodig. Dat is 1 en dat is 2. En dan gaan we eerst met jouw mond beginnen. Oh, jeetje. 1, 2, 3. Dit is echt zo naar. Ik vind dat geluid zo smerig. Dat geluid is echt heel naar. Nou, dat is in ieder geval 1. Ik ga op een gegeven moment ga ik al deze stappen gewoon uit mijn hoofd leren, denk ik. Dan kan ik dit gewoon een keer goed doen. We hebben in ieder geval de eye caps nodig. Dankjewel. Doen we even die oogjes dicht. Oogjes open. Plakketje op. En oogjes dicht. Right. Alright, ja. Volgende stap. Al die spulletjes er weer in gooien, ja. Dat is 1, 2, 3, 4. En dan dat extra goedje wat die Raymond voor ons heeft gemaakt of zo. Dat moet er ook maar weer bij in. Want als dit lichaam het is, dan moeten we hem verbranden, zeg maar. Oh, wat. Oh, nee. Oké. Ik moet eerst hier een... I'm missing something. Wat?
I'm missing something. Helemaal niet. Alles gaat goed, toch? Hier de tubing erbij. En dan... Die mesjes. Oké, I'm missing something. Oh, nee, die is, ja, en dan de tubing. Dan kunnen we nu gaan pompen. Ik heb nog nooit zo vaak pompen gezegd in een opname, denk ik. Het hele lichaam leeg pompen. En daarna gaan we het lichaam vol pompen. Ja, hele gekke termen gebruiken we hier. Zal er dan ook grapjes over gemaakt worden in zo'n mortuarium? Het zal wel heel erg zijn als dat gebeurt, maar het zou zo maar kunnen. We gaan gelijk even een stapje verder, denk ik. Met zo'n AV Reservoir Bag. Die kunnen we gelijk opvullen namelijk. Kijk eens aan. En dan is deze bijna leeg. Ja, oké. Dat was hem. Helemaal lekker. Kunnen we nu al dit spul verwijderen. Niet schrikken hoor, meneer. Ik doe hem even dicht bij u, alsjeblieft. En dan nu is de bedoeling dat wij op dit buikje weer heerlijk met zo'n dikke naald erin gaan zitten. Jup, daar gaan we weer. Oh, jongens. Het is wel een beetje veel herhaling. Maar toch ook weer niet, want bij ieder lichaam gebeurt wat anders. En het schijnt er zo dat het spel ook meerdere eindes heeft. En dat vind ik nog wel het meest interessante. Dat betekent dat ik dit waarschijnlijk nog een keer moet gaan streamen. Om te kijken of we een goed einde eruit kunnen halen. Of een slecht. Maar ik ga er eigenlijk al van uit dat we dit niet gaan halen. Maar goed. Ik zie trouwens ook een heel groot gezicht hier. Ligt dat aan mij? Die twee tepels zijn ogen. Dat kleine sneetje is een mond. En de navel is een neus. Oké, okay. Sorry. Nou, laten we maar gewoon dit verder opvullen. Zo, there you go. Ik had het gevoel dat bij hem minder shit gebeurt dan bij die ander. Nu moeten we die tankcleaner weer gaan pakken. Die open. Tankcleanertje erin. Huh? Oh. Mijn. God. Ik dacht, ik kan dit gewoon doen, maar dit kan... Oh, nee! Nee! Hallo? Ik... Ah! Dit is echt niet gezond. Dit is niet gezond. Nee, dit is niet gezond. Oh, jeetje. Waarom zitten er zoveel jumpscares in dit spel? Ja, het is ook een horrorspel, maar ik word hier echt niet vrolijk van. We hebben in ieder geval de tankleader aangedaan. En nu alleen nog de face moisturizer nodig. Waar is dat spul hier? Jezus, hé. Misschien kunnen we een nieuw lettertje vinden ondertussen. Ik moet het toch proberen. Laten we eens kijken of hier ergens dat ding in de fik gaat. We hebben ondertussen twee letters. Als we een derde letter nu krijgen, dan weten we misschien al wie het kan zijn. Of niet? Gaat dit lukken? Ik heb het gevoel dat dit niet gaat lukken. Oké, dit is een beetje tegenvallend. Het werkt niet. Ik had gehoopt dat dit ging werken. Jongen. Nou, dan moeten we maar het gezichtje wassen. Even zo. Even mooi clean. Heerlijk. En... Alright. Oh mijn god. Sierra, kan je even rustig doen? Oh, Sierra die wilde graag uit. Sierra wil graag opgeruimd worden volgens mij. Nou, dan moeten we daar maar voor zorgen. Oké, laten we dit maar gewoon verplaatsen. Niks aan de hand. Het is maar een lijk. Het is maar een dood iemand. Die kan niks doen. Oh, zet hem maar hier gewoon weer op. Hatseflats, doe hem er maar weer in. Weet je, eerst maar alles gewoon opbaren, dan is het goed. En dan hier, niet schrikken. Jij was wat wilder net, oh god. Waarom was jij zo wild? Waarom zijn het ook trouwens allemaal redelijk jonge mensen? Ik heb het gevoel dat we echt hele jonge mensen hebben. Ik had gehoopt op iets oudere mensen waarvan ik meer het gevoel heb van, oké, jij hebt een gelukkig leven gehad, want dat weet ik bij haar niet. Hoe ze me weer aankijkt hier, ik word er niet heel vrolijk van. Ik denk niet dat ze een gelukkig leven heeft geleden namelijk. Helemaal niet als je door mij opeens helemaal opgeruimd en opgebaard moet worden. Maar goed. Laten we maar beginnen met de check. Hoofdje. Links niks. Rechts ook niks. Nou, oké, duidelijke taal. Ik zie wel weer op de borst wat zitten. Zit er op de rug van haar. Daar zit een freckle. What the fuck? Oké. Ik weet niet wat het is. Oh mijn god, wat is dit?
Is dat een demonisch teken? Even voor mij. Ik heb het gevoel dat dit een... Oké, mijn voorgevoel, ik ga gewoon heel eerlijk zijn, is dat dit het lichaam gaat zijn. Dit is gewoon zo eng. Ze was zo wild al aan het doen in die... In die plek waar ze vastzit. Als dit niet het lichaam is, dan weet ik het ook niet meer. Dit moet het wel zijn. Aan deze kant zit ook nog één plekje. En there we go. Ja, kijk dan. Ik bedoel, als je dit ziet op die hand. Dit is toch een demonisch teken, of niet dan? We hebben alles. Ja, 23, joh. Zij is fucking jong. 23. Wat fucking heftig. Oké, de rechterschouder heeft dat. De linkerarm heeft dat. De rechterarm heeft dat. De rechterlek heeft dat. De linkerlek heeft niks. Dat is hem toch? Ja, we hebben gesubmit. Oké. Back. Printer, kom op. Alsjeblieft, ik wil gewoon verder. Dankjewel. Ik ga je namen weer even ook proberen met Q. Oh god, dit bedoel ik. Dit bedoel ik, er zit hier ergens één. Er zit hier ergens... Ja, precies. Een derde symbool. Het is een... Wat de heck is dat? Een fidget spinner? Voor mij hebben we een fidget spinner. Oké. We hebben een fidget spinner. Ja. Fidget spinner. Wat is... Dan Oeh, we hebben gewoon bijna de naam. Yo. Nog eentje. Dan hebben we gewoon de naam. En dan kunnen we waarschijnlijk het juiste lichaam verbranden. Dan gaan we gewoon het goede einde krijgen. Hoop ik. Ik moet in ieder geval hier die inzetten. Yes. En dan gaan we nu verder met de stappen. De needle injector. Die. Ja. En die. Ik weet ondertussen hoe dit gemoet. Bijna uit mijn hoofd. We hebben dit nu zo vaak moeten doen. 1, 2, 3. Ik denk dat dit nog wel het smerigste geluidje is van het hele spel. Puur omdat je gewoon zo'n... There we go. Irritant naar gevoel ervan krijgt dat je iets in botten zit te drukken in een... Fucking hoofd van een lijk. Maar goed, volgende stap. We moeten... Oh ja, eye caps. En na die eye caps moeten we weer dat mixje maken. Alright. Zo, alright. Dit gaat alweer lekker. Doen we die open. 1, 2, 3 en 4. Methanol er nog in. Hebben we natuurlijk als laatste nog dit goedje nodig. Dan zijn in ieder geval alle lichamen geschikt om een demon tot zich te nemen. Ja, lekker. Nu moeten we er weer in gaan snijden met een scalpel. Ja, ook lekker. Hebben we de piping nodig. Lekker. Ik zag heel veel lekker. Oh, ik ben altijd bang, joh. Dat is het probleem. Als ik bang word, ga ik heel stom commentaar geven. Dan ga ik dingen zoals fidget spinners noemen. Ja, dat is niet iets waar ik nou echt heel erg trots op ben. Maar goed. Hallo, mevrouw. Ik ga hier even die opzetten en een buisje. En mij niet laten schrikken, oké? Gewoon lekker blijven liggen. Gebeurt niks. Het is zo voorbij. Even pompen. Even jouw hele lichaam leeg pompen. En daarna ben jij zo goed als geschikt en klaar om weer terug te gaan naar je Blackie. Dat is een beetje het idee. Ja. Voor de rest nog iets bijzonders meegemaakt in uw jongere jaren. Nee, ik ook niet. Beetje zielig dat u zo jong bent gestorven. Moet ik heel eerlijk toegeven. Vind ik toch wel een beetje moeilijk. Dat er iemand hier ligt van 23 jaar. Ik vind dat wat schokkender dan die andere die ik heb gehad, mevrouw. Maar goed. Laten we maar gewoon dit eruit trekken. Waren haar ogen nou open? Ik dacht dat ik haar ogen zag. Wat? Waarom jankt er iemand? Nou, oké. Niks aan de hand. We gaan een reservoir bag vullen. U moet nog even blijven liggen. Mevrouw, even geduld. Oh, nee, die hebben we niet nodig. Die moeten we hier vullen. Ja, met zo'n dikke spuut erbij. Niet schrikken hoor. Ik ga even in uw buik zitten. Oh, sorry. Ja. Oh. Wat de heck gebeurt er? Ik ben letterlijk even bezig met wat aan het spuiten en opeens wat alles geel. Ik ga gewoon door. Er is vast en zeker niks aan de hand. No. Wat? Oh, ik ben echt bang. Misschien moet ik hierop gaan tekenen. Oh, het wordt een rondje met een 6. Waarom is het een rondje met een 6? Ik weet het niet. Er is zoveel gaande. Ik denk dat we vlakbij onze dood zijn. Of bij de dood van de demon, dat kan ook. Laten we positief blijven, ik ga dit gewoon uitspelen. Gewoon, precies, op de juiste manier zoals het moet. We gaan snel even die pomp weer schoonmaken.
Dat kraantje doe ik uit, want het is zonde van water. We hebben een drinkwatertekort, Melvin. Daar moet je wel even rekening mee houden natuurlijk. Zo, top. Snel. Oh, nee. Oh, nee. En nu? Oh, wat? Oh, wat? We zijn opeens op een hele andere plek. Ik ben bang voor zulke gangetjes. We laten ons niet klein maken. We gaan niet schrikken. Oké, we gaan niet schrikken, we gaan niet schrikken, we gaan niet schrikken. We zijn in... Weer dat van onze moeder. Get tubing by bed. Get needle... Oh, what the fuck. Oké. Needle from bedroom. Wat is dit opeens? Dit is een heel ander spel. Waar is de needle? Oh, hier. Ja. Een lighter. Oh, er ligt ook nog ergens een lighter blijkbaar. Ligt hier een... Ja, hier ligt de aansteker. Oké. Dan hebben we de spoon van de koffietafel nodig. Dat is een hele gekke spoon. Uri Geller is hiermee bezig geweest. En dan een baggie on kitchen counters. Zijn dat deze baggies? Of die? Oh. Dit is letterlijk gewoon drugs. Ik ben echt zo dom dat ik dit doe. What? Oh mijn fucking god. Ah! Ah! Nee! Nee, blijf hem af! Blijf hem af! Oh mijn god. Ben ik dood? Ik ben buiten. Oh mijn god. Oh, dat was zo eng. Ik ben blij dat ik naar haar keek. Oh shit. Oh shit. De muziek is ook veel te eng. Oh god. Ik denk dat ik dit lag. Dit is het lichaam. Jij gaat de demon in je krijgen. Jij gaat die demon in je krijgen. Ik weet niet wat het was. Het was een of andere grudge type of zo wat achter me aan zat. Ik word er niet vrolijk van. De muziek is pet eng aan het doen. Waarschijnlijk kunnen we ons laatste kaartje ook gebruiken. Laten we kijken of het ergens in de fik vliegt. We moeten die naam van die demon vinden. Kom op. Ja, precies. Hier, ja. Waar is de naam? Waar is de tekst? Hier, op de grond. Het is een soort van Z van Sorrow. Z van Sorrow. Dan hebben we de naam. Dan kunnen we die maken. Oh mijn god. Daar komt die. De Z van Sorrow. Die. En nu moeten we kijken of dat op de juiste volgorde staat. En dan gaan we jou verbranden. Ik zweer dat zij het is. Ik geloof het niet anders. Er zit een mark op haar. We hadden letterlijk een vrouw achter ons aan zitten die fucking eng was. Volgende stap. We moeten nu die stappen doen die onder... Ah! Wat? The fuck? Oké, voor mij is het echt zij. Oké, snel op die computer kijken. Hier namen. Wat hadden we allemaal? Een 9, een Z. Oh god. Misschien... Wacht, wat gebeurt als ik dit doe? Oké, er gebeurt niet heel veel, maar het is wel bijna klaar. Laten we eens kijken. Een 9, een Z. Een fidget spinner. Een 9 en een fidget spinner. Dit is hem. Het is een telduk. 9, Z, L, fidget spinner. 9, Z, L, fidget spinner. Oh mijn god. What the fuck? Wie ben jij? Oh mijn god. 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 Nee, ga weg. Ga weg. Ga weg. Laat mij die naam invullen. Ik weet dat zij het is. Zij is de demon. Nee, ga alsjeblieft weg. Boe! Boe! Fuck off! Fucking, fucking hell! Wat de... Oké, ik heb... Ik heb het flink verkloot, denk ik. Nee! Nee! Wat?! I thought maybe you could slit your wrist for me. Just a little cut. Nee! What's wrong? Oh, ben ik dood? Nee, dit is allemaal nep. Dit is allemaal nep, fake. Die demon is aan het kutten met je. Rebecca, kom op. Rebecca, kom op. Deur achter je, openen.
We zijn zo dichtbij. We weten dat het deze is. De telduk. Z, L, spitje spinnen 9. We moeten dit even goed doen. Z, L. Dus die L komt hier. Fidget spinnen. Ja, en dan 9 komt dan links. Maar welke set is het? Het is die set. Het is die set. Dit is hem. Take mark. Oh mijn god. Als het goed is, heb ik hem goed, toch? ZL, fidget spinner 9. Ja, dit moet hem zijn. Dit moet hem zijn. Oké. Okay. Kan ik dat nu bij jou... Hoe werkt dit? Ik weet niet hoe dit werkt. Ik ga jou gewoon eens meenemen. We hebben die fucking mark. Oh shit, dit wordt zo naar... Kom maar met me mee. Het spijt me zeer, maar jij bent de demon. Jij moet dat lichaam weer in je ding krijgen en zo. En dan hoop ik dat ik dit goed heb gedaan. Kom op. Kom op. Karren. 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 Hier, zet hem hier neer. Jij gaat verbrand worden, mijn vrouw. Sorry dat ik dit moet doen. Oké. Okay. Oven open. Het spijt me zeer. Hoe heet hij ook alweer? Ik ga je toch even sorry zeggen tegen jou. Even tegen... Oh mijn god. Nee! Het ding! Het is Sigil! Sigil! Nee! Nee. Ik heb de Sigil er niet mee gedaan. Nou, dit meen je. Waarom ging die Sigil niet... Ofwel. Hallo? Is die Sigil nou wel of niet meegegaan? Ik weet het niet. Oh. There you are. Good. What? Raymond? Is it over? It's never over. But you survived. Nee, joh! What do you mean? Can I leave? I want to go home. You can leave. But once an entity finds you, all the houses of hell will do anything to get back to you. I'm sorry, but it doesn't end here. Serieus? From now on, there is always a chance this will happen again. No matter where you are. Serieus? I don't want this. I just want to leave. What do I do? I'm sorry, but there's no going back. I've spent years learning everything I can to keep these entities at bay. It's the only thing we can do. So what? You're waging some selfless holy war? It's not a war. It's survival. And I'd hardly call it selfless. What the fuck? We're caught at the front line of something larger. But I don't do this for some greater good. We either face it or fall to it. I wish I could claim to be someone better. Suffering hell to save us all. Okay. But I simply want to live another day, just like everyone else. When I first experienced this, I had to make a choice. I could run and spend the rest of my days in fear, or I could learn to face it and keep some semblance of a normal life. Normal. Right. A normaal leven met dit, It's not a life I would want for anyone. But choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. Ja, we hebben het wel overleefd. You a different kind of job. Wat? Work the night shift. Learn what I know. Give yourself a chance at a life beyond fear. Okay, hij wil ons dat we dit langer gaan doen. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. Ja, mijn moeder had drugs en zo. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. Ja, heftig. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. The choice is yours. I hope you come back. Nou, dat hoop ik ook. Eigenlijk niet. Dit was echt super lang. Maar we hebben voor mij het goede einde gehaald. Shifts complete. Demons banished. Oh! First try, goede einde. Nou, ProGamer Melvin heeft maar weer even laten zien hoe dit moest. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Druk op de duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer horror. En ja, bedankt voor het kijken. En nummer 1 zegt tegen jullie en het is... Doei doei!